ondanks dat het weer niet echt tropisch is, sta ik toch bij de Tropical Beat, tenminste, dat staat achter mij, met drie hele knappe jonge mannen. Jij bent? Ik ben Mark Arts, ik ben hier de eigenaar van het terrein. Stan van Doenen, mede-organisator van Burning Farm. Ruud Derks, ook mede-organisator, ja. Ja. Maar nog heel veel anderen natuurlijk, maar... Uiteraard, wij zijn hier op het terrein in Haps van Burning Farm. Nou, en ik heb al heel veel mensen zien lopen, maar ik wil eerst graag weten, wat is Burning Farm? Wie gaat mij dat vertellen? Ik kan een kleine toelichting geven. Burning Man wordt eigenlijk georganiseerd in de Black Rock Desert. En daarvan hebben wij het eigenlijk afgeleid. Dus wij hebben met onze vriendengroep bedacht van, dit kunnen wij zelf ook, alleen dan in Nederland. Dus we proberen het zoveel mogelijk na te bootsen met ook echt wit zand, het woestijnzand. De creaties die op Burning Man ook te zien zijn. Want Burning Man is ook echt een architectenfestival, heel groots opgezet. En wij maken dit in het klein met onze vriendengroep. Voor nog een 800 andere vrienden die we hebben uitgenodigd. Kijk. En die architecten, zijn dat de architecten die huizen bouwen of architecten die kunst maken of wat? Het zijn echt kunstarchitecten eigenlijk. Het zijn echt bouwwerken die wel door echte architecten, die bijvoorbeeld ook huizen maken, zouden gemaakt kunnen worden. Maar dit is bijvoorbeeld echt in het groot, met hele grote bouwwerken waar wel 1000 man bijvoorbeeld in kunnen staan van de gekste creaties. Sorry. En hier in Haps hebben wij natuurlijk Hein Aldoven er ook bij betrokken, een van de kunstenaars van Haps en ook tevens mijn buurman. Dus die heeft hier ook zijn creativiteit de vrije loop laten gaan. Ja. Ja. En zijn er nog meer kunstenaars die hier dit weekend hun werken vertonen? Nou ja, eigenlijk wel. Want niet alleen kunst in beeld of hoe hij het allemaal aanpakt. Maar ik denk dat onze DJ's ook al aantal kunstenaars zijn. We hebben best wel een line-up. En best wel leuke artiesten uitgenodigd die gewoon muzikaal in mijn ogen ook wel kunst neerzetten. En ja, verder zijn wij zelf als groep gewoon heel creatief. En denk ik dat we echt wel een paar hele creatieve kunstenaars in onze groep hebben zitten. Vooral de dames van Team Creatief. Ja. Mijn zus Lonneke, die is daar wel een beetje de kaarttrekker in. Die is heel goed met de outfits, heel goed met de aankleding. Dus ja, dat denk ik voor wat betreft kunstenaars. Toch, mannen? Nou, je zegt het al, de outfit. Want ja, die wordt wel een beetje bijzonder, of niet? Want eigenlijk creëer je een woestijn hier. Ja, er komt hier straks nog een mooie laag zand overheen. Een leuke attractie. We zijn nou echt in opbouw. Maar de kleding. De kleding is ook een beetje steampunk. Niet te veel. Gewoon lekker tropisch. Vrolijk. Ja. Dat je goed in het warme woestijn kunt rondbrengen. Tropisch, wat hij het zou zeggen, schaars gekleed. Ja, iedereen mag er zijn eigen draai aan geven. Net hoe creatief je bent eigenlijk. Ja. Maar dat is wel de bedoeling. Het is niet de bedoeling zo van, nou, ik doe gewoon een korte broek aan en dat was het. Het is wel de bedoeling dat je er werkelijk iets mee doet. Het is echt een sfeertje van iedereen gaat verkleed en iedereen wil er gewoon mooi uitzien. Dus iedereen maakt er iets leuks van. En dat samen met de aankleding, het feest, de muziek. Ja, hebben we afgelopen jaren in ieder geval wel illegaal, maar supermooie feesten gehad. Ja. Jullie zeggen 800 mensen uit jullie vriendengroep. Zijn jullie zo populair of is jullie vriendengroep zo ontzettend groot? Wij hebben dus zelf al een vriendengroep van 35 man of zo. Maar ja, iedereen heeft wel weer daarbuiten een kring vrienden. En als je dan bijvoorbeeld... Het is ook een beetje vrienden van vrienden. Dus soms... Ik zal ook heus niet iedereen kennen die hier binnen staat, hoor. Maar het is gewoon... ons kent ons. En zo behouden we ook de sfeer. Het zijn eigenlijk gewoon vrienden. En dan vrienden van vrienden en meer niet. Er zijn geen mensen die wij hier niet zouden willen hebben eigenlijk. Okay. En mensen moeten wel kaartjes kopen? Ja, ze worden uitgenodigd door ons, door iemand van de organisatie. En dan kun je een kaartje kopen, ja. Dus het is geen open kaartverkoop. Nee. Niet als ik denk van, dat lijkt me leuk, ik ga er naartoe. Dan gaat het niet worden. Dat gaat het niet worden, nee. Dan zul je echt uitgenodigd moeten worden door iemand van de organisatie. En zo werken wij en zo behouden we de sfeer ook. Ja. Mark, je zei net, we staan op jouw terrein. Je hebt hier een boerderij waar je een gigantisch erf hebt. Dit is, mijn opa heeft hier een boerderij met dieren gehad, met koeien. En ik heb dit weer van mijn vader overgenomen. En die is een grondverzetbedrijf begonnen en een loonbedrijf. En ik ben daarin verder gegaan. Dus
op dit moment staan we hier op mijn terrein. Ja. Ja. En groot genoeg om al die mensen te herbergen dus? Ik denk het wel. En er ligt nog 14 hectare omheen, dus we kunnen nog een eindje uitbouwen. Ja. En, het kan ook, jullie kunnen nog meer vrienden creëren. En geluidsoverlast? Je hebt niet echt buren? Jawel, we hebben de vrijdag gaan wij natuurlijk ook iets georganiseerd voor de buurt. Om ook een beetje te compenseren, maar ook gewoon voor de gezelligheid. Dus vrijdag gaan wij hier een hapje, een drankje van 8 tot 1. En ja, daarmee hopen wij gewoon toch een beetje positieve sfeer hier in de buurt te behouden. Dus alle koppen dezelfde kant op. En dat lukt. Ja. De hoeveelste keer is het nu dat jullie dit organiseren, al dan niet illegaal? Vierde keer, ja. Dus je kunt wel zeggen dat het een succes is dan, als jullie nog steeds doorgaan? Ja, vanaf het eerste jaar was het echt helemaal leuk. Het eerste jaar hadden we ook echt tropische temperatuur erbij. Dat laat dit jaar nog een beetje op zich wachten. Maar we gaan er in ieder geval een heel fijn feestje van maken. Dus ja. Dat vind ik een heel goed voornemen. Jongens, ik wens jullie een fantastische dagen. Dankjewel. Dankjewel. Komt goed. Dankjewel. Ja. Het gaat niet alleen maar om het festival zelf, maar om het hele vlog en het nagenoet natuurlijk. Maar vooral het moment, hè? Ja. Zullen ze al zo'n keertje omdraaien? Het is nog niet helemaal daar. Op zo'n kleine bam. Nee, de koorden zijn nog niet helemaal heet.